gewoon dit noemen we de Vital Six. Ja, 5 eigenlijk. Dit is de hoogtemeter. Ja. We zitten hier op 17 voet, dus dat is net iets boven de, dus 100 voet, 200 voet, zo. Ja. Dit is mijn kunstmatige horizon, dus dan kun je een beetje zien of ik zo zit. Ja. Maar er zit ook een hoogte en snelheid. Dit is je snelheidsmeter. Dit is je vertical speed, dus dit zegt als die omhoog gaat dat ik een verticale snelheid heb. Dus ik omhoog ga en dan speelt je naar beneden, gaan we naar beneden. Ja. Nou, dit is het kompas. Ja. Dit is ook een kompas. Teller. Bravo, is die lijn niet op een. Dat is het een beetje. Gaan we daar achteraan? Nou, Esther. Altijd even kijken of er nog wat aankomt. Oh ja. Dat moet je hier zelf doen. Oké. Het is een teugen is wat ze noemen een ongecontroleerd vliegveld. Oké. Dus je moet zelf, je krijgt geen toestemming om te stijgen, zeg maar. Oh, dat moet je zelf doen. Oké. Maar er komt niks aan. Auto heat on, landing lights on. Zonder op standby. Is dat? Ga maar een beetje. Oh, was jij dat? Nee. Perfect, Tango is lining up 2-6. Tango. Ja, daar gaat ie. Bedankt. Omhoog. Dan gaan we even richting het oosten. Ah, is goed. Die andere is weg. De wind stand. Ja, klaar voor? Ja, is er ook? Ja. Take off. Nou. Af, hè? Power is checked. Ja. Airspeed alive. Let's rotate. Oh. Ben tegen de wind in. Je zag eigenlijk dat hij na het loskomen, omdat de wind van rechts komt, kruipt die neus, die wil direct tegen de wind in. Dus we gingen meteen zo, zeg maar. Dat is heel mooi te zien. Kan onder de wolken altijd een klein beetje turbulent zijn, dat voel je nu wel een beetje, dat het een klein beetje hobbelt. Ja, dat is heel normaal eigenlijk. Ja. Laat ik even melden dat we het circuit uitgaan. Perfect, Tango is leaving the circuit, tot straks. Roger. Kijk, op zich hangen de wolken hier helemaal niet zo hoog, zie je dat? Dat we best wel al dichter op zitten. Gaat het goed als je vragen hebt of zo? Of zeg van nou, dan moet je het gewoon zeggen. Of als je. Goedemorgen, Papa Hotel Delta Echo Charlie, het Foxtel. Hotel Delta Echo Charlie, dit wel. Het regent, ja. Zo dadelijk gaan we onder de wolken vandaan. Ja. Dan wordt het echt minder hobbelig hoor. Dit is gewoon even. Oh ja. Onder de wolken heb je altijd heel veel opwaartse. Stroming. Papa Hotel, Charlie, gebruik Alpha 6150. Net nog overheen in de eerste. Ja? Daar reden we net nog. Ja, hier is de A1. Ja. Papa Quebec Alpha, Roger, QNH is van 011, flight info. Heet leuk, Esther? Ja. Ja, mooi. Ah, kun je goed foto's maken? Ja. Goed zo. Ja. Als je goed kijkt, je ziet hier de snelweg, hè? En dan zie je, ja, in de verte, rechts van de snelweg zie je de toren. Ik zie de toren van Markelo al, zeg maar. Oké. Dat is een mooi herkenningspunt. Ja, wie had dat gedacht? Ja. Ooit samen nog zouden doen. Ja. Ja. Grappig, hè? Jongen, jongen. Hoe hoog zitten we nu dan? Ja, 1500 voet. Dus dat is 300 meter ongeveer. Oké. Okay. Zeg het goed, 500 meter. Ik had dan weinig eigenlijk, 500. Ja, dat is echt niet veel, hè? Nee. 500 meter, half kilometertje. Ja. Ja. We kunnen wel eens even kijken of we zo iets hoger kunnen klimmen. Ik heb het idee dat we daar. Daar zit een bui, maar die gaat. Maar goed. Kijk, het is nu net te veel om
Dat red ik niet meer. Hè. Ik kan wel door een gat boven de wolken, dat is echt heel mooi. Dan gaan we zo even proberen, dat is wel leuk. Ja. Dan moeten we even een gat vinden, zeg maar, waar we genoeg ruimte hebben om doorheen te klimmen. Dat ga je nou niet redden, qua... Nee. Dan moet je zo. Nee, dan moet ik een F-16 zijn, zeg maar. Oké. Ja, nee, dat red ik niet. Dan ga ik ook niet proberen als je die er vindt. Precies, dat redden we echt niet. Ja. Lima Bravo, your ja, dat is correct. Now level 6-0 and standby for the handoff to Amsterdam Arena. Wat je nu hoort is de luchtverkeersleiding hier, Dutch Mail heet dat. Ja. Dus ik heb die frequentie, ik zit niet meer op de frequentie van Teugen, maar ik heb me omgezet naar Dutch Mail, de luchtverkeersleiding van heel Oost-Zuid-Nederland is dat. Ja. Daar hoef ik me niet aan te melden. Ze zien me nu wel, omdat ik een transponder aan heb, deze. Ja. Maar goed, ik luister, je moet het wel uitluisteren. Ja. Je moet wel luisteren wat ze zeggen. Ze kunnen tegen je zeggen van joh, let op, er komt verkeer van ergens op dezelfde hoogte. Ja. Dus dat moet je wel weten. En dan moet jij zakken of iets dergelijks. Ja, dat moet je zelf regelen. Oké. Ja. Ja, dan zeggen ze alleen, nou, dus traffic on the right, hè, dus er komt verkeer aan van rechts, heading en zoveel. Nou, dan moet ja. Het belangrijkste is dat je dan gaat kijken dat je me ziet. Ah, ja. Dat mogen jullie trouwens ook. Nou, jullie kijken om je heen, maar als je een vliegtuig ergens ziet, ja, dat zeg ik. Dan mag je altijd even zeggen, zeg van, hé, er komt een toestel. Dus, want dat is, ja, dat moet je gewoon zelf in de gaten houden. Nou, inmiddels zitten we op 3000 voet, dat is al twee keer zo hoog als net eigenlijk. Oh ja. Oh, jongen. Ja. Dat betekent dat we nu eigenlijk hoog genoeg zitten om ook boven, even kijken. Hotel Bravo Alpha Charlie. Hotel Bravo Alpha Charlie, dit wel. Ja, kunnen we boven, iets meer boven Enschede, zeg maar. Oh ja. Ja. Daar ligt Goor. Ja. Ook met het Twente kanaal hier zo, ja, kun je net dat zien. Dat gaat toch echt snel bij, hoor. Ja, ja, je bent er zo, hoor. Dat is echt. Hoe hard vlieg je nou ongeveer? We vliegen nu 90 knopen door de lucht. Ja. En op de grond is het iets langzamer, 80 knopen, dus een knoop is, wat is het, dat is 1 zeemijl, hè? Dus 1,8, moet je maar 1,8 doen. Dus zeg 80 maal 1,8, dat is 140, 150 km per uur ongeveer. Zo hard nog, heb je niet eens door, man. Nee, over de grond, hè, door de lucht gaan we nog iets sneller, maar... ja. Nog sneller? Ietsje, ja. Oké. Ja. Over de lucht vliegen we, ja, 95 en 2 is 180, iets eraf. 160, 160, 170, ja. Oh ja. Rijssen hier links. Kijk, boven Rijssen zit een dikke bui, zie je dat? Oh ja. Dit is op het LVZ Alpha. Miner 2 Yankee Mike, hello identified, climb level 1, miner 0. Dan gaan we eigenlijk tussendoor. Papa Whiskey Mike, switching back center. Voorlangs. Thank you. Wij komen deze kant op. Ja. Maar dan zijn we al weg, hoor. Miner 2 Yankee Mike, dit is Mill, fly heading 2900. Moet je nou ook noodlandingen maken tijdens de studie of niet? Ja, oh, echt tot in de treuren begin. Ja? Ja, dat is ja, op een gegeven moment tijdens je praktijkopleiding inderdaad. Dat die alles uitzetten dat je dan moet landen of zo? Ja, okay. Nou niet alles, ja twee, nee niet alles uit, maar je doet net, je trekt hem gewoon power idle. Ik ga het nu niet doen hoor, want dan zakken we niet. Maar in feite zet je de motor gewoon op gas los. Op neutraal, zeg maar. Ja. Dan draait de propeller wel omdat je gewoon nog snelheid hebt, zeg maar. Dus net als dat je zo'n vliegtuigje met een propelletje weggooit, dan gaat hij ook draaien. Maar je hebt geen enkel vermogen meer. Nee. Een beetje naar rechts. Ja, en dat doe je op een gegeven moment, leer je dat hoe je dat moet. Nou, wat, er zit een procedure voor een noodlanding, zeg maar. Ja. En vanaf dat je dat leert, doe je dat eigenlijk bijna elke les. Okay. En daarna, ik doe het zelf, doe het niet met passagiers hoor, maar als ik alleen vlieg, doe ik het eigenlijk ook altijd nog wel eventjes. Oh ja. Ik heb een paar gebieden in Nederland waar dat mag. Oh ja. Waar je heel laag mag vliegen, zeg maar. Je mag hem niet echt in het gras zetten, maar wel vlak erboven 100 voet weer optrekken. Oh ja. Dus dat doe je echt heel veel. En mag je de grens ook over dan of niet? Ja hoor. Ja, okay. Ja. Nou, nu niet, want ik heb geen vliegplan ingediend. Hey, okay. Dat zou ik kunnen aanvragen, maar dat mag. Ja, ik ben wel een keer met de kinderen naar Duitsland geweest. Oh ja. Dienstlaken. Nou, eens even kijken hoor. Dit is het Twente kanaal. Ja. De A1 ligt hier links van ons. Nou, we zitten hoog genoeg om boven
Ik check 2200 voet, ja. Moeten we boven blijven, dus we gaan nog even een uurtje stijgen. Dus ik denk dat we nu, ja, wat zullen we zeggen, binnen een minuutje of 7 zijn we wel boven je huis ongeveer. Nou, zie je die windmolens in de verte? Ja. Dat is Duitsland. Oh ja. Hier is Enschede, recht voor ons. Ja. Hier is de Shell, of Shell zeg ik, de Grols fabriek. De A35 is dat denk ik, ja. Zo. Loopt zo met een bocht. Worden wij daar. En een, ja, zie ik dat nog goed? Ja, ik denk dat... Een beetje naar rechts. Dat is, hoe heet dat, die zandafgraving? Rutbeek? Nee, Rutbeek is daarachter. Ja. Ja, hier voor ons, kun je dat zien, die afrit? Dat is, en rechts zie je de Grolsfabriek. Ja. Dan ga je daarin om richting Enschede-Zuid inderdaad. Ja, ik denk dat het recht voor ons is. De snelweg gaat een beetje zo. Jij woont dan aan die kant van de snelweg. Ja. Dit is de stad. Oh. Wij wonen daar, zeg maar. Zo, ja. Ja, ik denk dat we er een beetje recht op af gaan nu. Ja, dat is het Rutbeek daar, Michiel. Zie je dat? Dat water. Ja. Dan woon jij hier recht voor onze neus, volgens mij. Ja. Nou, een beetje links houden, dan kun je het aan die kant goed zien. Huis. Hè? Gewoon in die witte huizen. Ja, maar het is moeilijk te zien hoor. Ik kan ook mijn huis soms heel moeilijk maar spotten vanuit de lucht. Nou, en wat ik dan ga doen, ik ga zo wel draaien over links. Ja, over rechts, maar ik moet even opletten dat ik Duitsland niet in vlieg. Maar dat... Kijk, we vliegen nu. Oh, we gaan buiten staan. Oké. Okay. Oh, echt? Ja. Maar die wonen ook op Zuid. Ja. Ja. Ja, we zullen niet zo heel groot zijn voor ze hoor. Nee. Moet je maar voorstellen, je ziet die autootjes. Nou ja, dit vliegtuig is 2-3 keer een autootje. Laat eens even kijken waar het park is. Daar woon ik aan. De Rutbeek en dan daar het park. Ja. Kijk, hier is het Rutbeek. Ja. Dit is wel onze papa auto, vind je nog aan de Hoogveen. Dat is het deze week, daar zie je. Ja. South of Hogeveen at 1500 feet. Moeten we nu vlak bij ons huis zijn? Herken je wat wegen of zo? Dat is even belangrijk. Dat je in de buurt grote herkenningspunten ziet. Daar is het Usselo, zeg maar, het crematorium. Ja. Beek. Moeten wij hier toch ergens... Ja, hier wonen wij. Ja? We vliegen er nu overheen. Ja. Ja. Zie je het ook, Esther? Ja. Ja, we vliegen boven ons huis. Ja, ik herken het. Zie je dat? Ja. Leuk. Moet ik zo blijven vliegen? Ik moet zo wel een keer draaien, anders dan vlieg ik de... Duitsland in, dat hoort niet. Links, ja, dat zien we nu. Maar dan zie je heel mooi de stad. Ja. Oh, dat is grappig. Dit is heel info, Papa Hotel Bravo Alpha Charlie. Gaan nu een rondje draaien? De Alpha Toren daar. Brussels Information. Ja. Alpha Toren kun je goed zien. Inderdaad. Pupo's, daar. En je schoonouders, waar wonen die dan? Ja, die wonen meer daar. Dat is het lastige wat voor hun. Ja, ja, hier is Rutbeek. Ken je het zo? Ja. Ja. Hier onze straat. Zie je dat? Ja. Oh, wat leuk. Oh, ik denk het wel trouwens. Naast het voetbalveld toch? Links? Nee. Nee. Ja, die vijven? Oh ja. Daar worden we tegenaan. Vijven. Oh ja. Ja, ja. Kijk, daar is ons huis. Nou, perfect joh. Nou, even zwaaien. Hou je vast, ja? Ga ik even zwaaien. Oh, wat leuk, echt man. Ja,
inderdaad. Jongen, jongen, grappig dit. Leuk hè? Ja. Gaan we rustig weer de andere kant op. Kijk, die bui is inmiddels, kunnen we nu mooi achterlangs. De stad is ook mooi hè? Mooi. Ja, huis. Sorry hoor. Ja, gaat goed. Ja, we vlogen echt recht over ons huis even. Leuk. Dat moet mama gezien hebben, Esther. Ja. Heb je er niet zien staan in de tuin? Nee, dat dan weer net niet. Daar zitten we net te hoog voor. Ik had er een vlag moeten geven. Ja. Ga eens eventjes nog wat omhoog klimmen, dat kan nu. Ze ziet ons. Ze ziet ons, zei ze dat? Ja. Leuk. Nu nog steeds, of net. Nu. Maar we gaan even de wolken... De wolken zoenen. Als ik een vraag, vlieg je nog op Maurits, maar ze moeten ons hebben kunnen gezien. Ja. Ja, ik ga wel rustig aan weer terug. Ja, tuurlijk. Dan kom ik te laat voor de andere passagiers. Leuk, hè? Nou, de wolken zitten best hoog. Wij zitten die al wel... Ah, wacht, het komt al. Het is daar 4000 voet. We komen nu ongeveer gelijk. Het lastige is een beetje, jongens, dat ik niet weet of er bij Teugen nog een gat is om weer naar beneden te komen. Oh, oké. Okay. Snap je? Ja. En je mag er inderdaad niet doorheen vliegen, dus dan moet je nu lager eigenlijk. Ja, precies. Kijk, ik ga nu wel over deze wolk heen. Hier zo. We komen wel. Ik ga wel even, het is een redelijk gat, hè. Dus ik klim gewoon nog even door en dan gaan we ze daar weer dalen. Even kijken of we er een beetje boven kunnen komen. Boven die. Ah ja. Een beetje bij links aanhouden nu. Mag niet hoger dan 5500. Oké. Okay. Ik hou het hier even bij. Ah, joh. Heb je goed net? Net een beetje. Ja, dat is. Maar ik vind dit al geweldig om te doen. Voor ons ligt Rijssen. Ah ja. En een beetje naar het noorden als naar het noordwest. Om op die bui heen te kunnen. We moeten eigenlijk niet op, maar... Grappig is dat we straks daar weer rijden over een uur ongeveer. Ja. Ja, dat is gek hè. En dan bedenk je, hé, dan vloog ik net door de lucht. Ja. Weet je zo, weet je wel. Ongelooflijk hè. Ja. Nou, de volgende A1. Eigenlijk recht vooruit zie je Deventer alweer liggen. Ja, die stad zeg maar. Dus Markelo, zie je de toren links, ja. Dit paal. Ja. Ja. Mooi. Ik was het mooie van vliegen als je hem hebt afgetrimd, zoals dat heet, als je gewoon stabiel staat, je gaat niet omhoog of niet naar beneden of niet naar links of naar rechts, kun je gewoon alles loslaten. Ja, joh. Gaan we zo de nadering aanzetten. Oeh, dat is wel heel erg. Ja, precies. Ja, dat is de tendency zoals het heet, als je het gas loslaat, ja, dan heeft hij de neus naar beneden, zeg maar. Als ik gas geef, en dan, als ik nu vol gas geef, de neus vanzelf omhoog. Een doe helemaal niks, hè? Nee. Zie je dat? Je los. Ja, gaat de neus weer naar beneden. Approach checks. En die lights on. Hebben we allemaal nog de gordels op? Ja, gordels goed vast, dat soort dingen allemaal. Ja, wat is het, Amsterdam? Van het Delta, ik zet de Alfa, dankjewel. Ik kan die wassen. Bij mijn slot landing lights on, maar ik de bootcar, het is on. Search mail, de Papa Hotel Echo Alfa Mike. Dat is daar rechts. Papa Tango, landing. Kun je niet zien, maar dat is de echte. Oh ja. Nu zo, dan hebben we een punt, dat heet Sierra. Daar moet ik naartoe. Ja. Als nadering, zeg maar. Oh ja. En dan moet ik me zodra ook melden dat ik er ben. Oh ja. Dat komt zo al. Tijdens nadering en landing is het prettig als het, noemen ze een clean cockpit, als we even niet te veel
vragen aan me stellen en niet te veel wiskunde sommen, dan ga ik me even concentreren. Even teugen oproepen. Doei. Teugen radio, Papa Hotel, Charlie Victor Tango. Victor Tango, teugen, goeiedag again. Ja, goeiedag, daar zijn we weer, Charlie Victor Tango, approaching Sierra. 3 minutes out of Sierra. Request airdrop information, Papa Victor Tango. Tango, Roger, sir, we have runway 26, left hand and paras. Runway 26 nog steeds aan de left hand, and we'll look out for the paras, Papa Victor Tango. Dus nu vraag ik, ik zeg eerst hallo, daar ben ik weer. Ja. Papa Hotel, Charlie Victor Tango. Charlie Victor, oh, oké. Okay. En dan vraag ik aerodrome information, dus informatie over het vliegveld. En dan zegt hij, nou, we hebben runway 26, dus dan weet ik welke kant we landen. Ja. En hij zegt, nou, er zijn ook para's, dus er zijn parachutisten. Nou, daar moet je altijd natuurlijk goed voor uitkijken. Hij moet ook op mij letten, maar... Ja. En dan zeg ik dat ik het begrepen heb, zeg ik Roger. Dan herhaal ik het eigenlijk, 26 en para's. Ah ja. Dan weet hij dat ik het begrepen heb. Kijk, we zijn gezien. Echt? We gespot? Oh, wat cool! Ah, wat leuk! Ja. Net op tijd, ja. Voor hem achter het dak verdwenen. Kijk, hier is dat punt, zie je dat? Ah ja. Met die rode kont. Goed kijken. Komt niks aan. Kijk je mee, Esther, of er niks aankomt? Huh? Kijk je mee of er niks aankomt? Papa Lima Romeo. Parachute is te vliegen. Thanks for having me. En request you can change. Ja, goeie reis. Goeie vlucht. Heel bedankt, tot de volgende. Papa Lima Romeo. Even wat melden, ja? De Papa Hotel Charlie Victor Tango over het Sierra 700. Tango Sierra. Papa Lima, we zijn stationed out for 26, ceiling flight 15 minutes. Alright. Gaan we flaps zetten. Komen die dingen naar buiten. Een stukje. Dat betekent dat we iets langzamer kunnen vliegen met meer draagvermogen, zeg maar. Het vliegveld is nu recht voor ons en de baan ligt over zo. Oh ja. Dus we gaan zo dadelijk gaan we rechtsaf, richting dat industrieterrein. Ja. Gaan we voor die kerktoren naar links voor de bebouwing. Dan gaan we weer naar links en dan gaan we over zo landen. Oké, eigenlijk vormen we die... Ja. Dus we zo... Joep. Ja. Het waren vroeger weer op de ijsbaan. Ja. En dan doen we 1,5 rotje. Oké. En dan zijn we er. Oké, ga ik nog even melden dat we downwind gaan joinen. De Papa Victor Tango joining mid downwind 26 voor full stop. Victor Tango mid downwind. Even kijken, we hebben wind tegen. Zo dadelijk. Ook niet te snel het gas loslaten, want dan komen we er niet. Victor Tango voor een full stop, touch and go. Voor een full stop, Victor Tango. Goed, ja. Ja, Bobby Delta Romeo teugen. Go ahead. Victor Tango is bijna bezig, die gaat voor een full stop. Dat kunnen wij betreffen meteen een downwind toe, helpt dat. Victor Tango, ik begrijp het juist even. Dat je meteen een downwind kunt. Rijdt downwind voor de drop? Ja, meteen downwind. Ik heb één keer je base draaien, dat is er, meer is er niet. Ik ga gewoon right down with 26. Ja, heel goed. Flaps 20. Teugen radio, Papa Hotel, Uniform Lima November. Uniform Lima November, teugen. Training flight, Captain S. Gatpost. November, runway 26. Runway 26, Papa Lima November. Teugen radio, good day, India Golf Alpha Uniform Sierra 1 TOP. Captain's name is Jacobsen for local VFR, survey flight, taxi and run up 26. 1 TOP, copy, runway 26 in use. 26, India Uniform Sierra. Perfect Tango is turning final 26 for full stop. Good final full stop. India Uniform Sierra, you found the flight plan for the flight? Yes, sir, but it might have expired by now. Can you check India Uniform Sierra? I'll check. Tango, Papa Tango, 1 minute. Paras, over to you. Paras, 1 minute. Papa Tango. Papa Whiskey, 7 your frequency, tot zo. Whiskey, tot zo. Hello.
de baan. Vacated to the left. Oké. Sorry. Nee, dat geeft niet. Ik had het ook mee even moeten zeggen. Maar ik drukte net de knop in, toen zei je, wat een ervaring. Ja, dat is ook leuk voor hem. Mooi. Ja, lachen joh. Ja, we staan weer op de grond hoor. Nou. Veilig en wel. Steps up. Top lights uit. Tweet kan uit. Landing lights kunnen uit. Kijken of we nog wat vergeten zijn. After landing, flaps up, carpet is off, transponder erbij. Carpet is off, had ik net.